been shining. When does he come true and we step and flex? Do this as long as the air is correct. Oh yeah. Hallo allemaal, en wat mij betreft hoor jij daar ook bij, Jury. We zijn vandaag aanwezig bij de openingswedstrijd van de competitie. Dankjewel Evert, ook leuk dat jij er bent. We gaan eens kijken hoe het seizoen begint. En dit is de formatie waarin de thuisploeg van start gaat. Als we kijken naar de 11 spelers die het vandaag moeten doen, zien we dat er is gekozen voor een 4-5-1 systeem. Met twee controleurs. Nou, dat klinkt wel heel verdedigend. Zou het meevallen of tegenvallen, wat denk jij? Nou, ik zal zeggen even dat op het midden... ...er staan best veel aanvallende spelers. En ja, hopelijk gaan we die veel aan de bal zien. Benschop. Bowie. De tegenstander kan de bal onderscheppen. Sam Larsson. Doornstra. De bal gaat rustig rond. Ze wachten op een opening. Nicola Jurgensen. Hij neemt hem. Tegen de paal, maar we spelen verder. Die bal is een prooi voor de tegenstander. Larsson. Er ligt ruimte aan de zijkant. Nicolai Jurgensen. Jens Toorstra. Bessie. Jens Toorstra. Doornstra. Wat een pegel, Jury. Ja, dat is een prima poging. Nou, daar moet je natuurlijk een beetje geluk bij hebben. Bessie. Steven Berghuis. Komt hier de voorsprong. De keeper redt op veel. Daar is de openingstreffer en die is volkomen terecht, hoor. Ja, ze dicteren het spel en ze beloven zichzelf niet voor het veld overwint. Wat die keeper daar te zoeken heeft, dat weet ik niet, maar ik weet wel dat de bal erin zit. Ja, keepertje stond niet op zijn plek en maakte het de speler zo wel erg makkelijk. Bowie. En nu scoren. En we krijgen een hoekschop. De corner wordt diep. Benschop. De keeper krijgt er nog een handje achter. Uitstekend ingekopt, hoor. Nou ja, het antwoord van de keeper is zo mogelijk nog indrukwekkender. Diepe corner. Doet die goed. Prima ingegrepen. Net op tijd onderschept. En in een interessante positie ten opzichte van... Hij is er bijna. De keeper werkt de bal weg, maar het blijft gevaarlijk. Hij werkt de bal weg en het gevaar is voorbij nu. Met die redding werd een zeker doelpunt voorkomen. Echt een geweldige redding, Evert. Die is doorgebroken. Knap afgeweerd. Hoekschop, de bal werd nog aangeraakt door de verdediger. Hij kiest ervoor om de bal voor het doel te brengen. De tegenstander probeert de opbouw te verstoren. Nicolai Jurgensen. Benschop.
Balbezit heroverd, maar helaas van korte duur, want is hem alweer kwijt. Bessie. Nicolai Jurgensen. Die wordt weggestuurd. Die bal lijkt goed, maar wordt weggewerkt voor het echt gevaarlijk wordt. Goed verdedigd hoor, maar we krijgen een inworp. Nee, het idee van de paas was goed, maar er zit iemand tussen. Bowie. De inworp wordt aan Feyenoord gegeven. Toornstra. Daar is het balbezit. En nu? De paas wordt eruit gehaald. Gevaar voorbij. We krijgen Steven Berghuis. Een schot. Wat doet hij nou? Hij trapt half over de bal heen. De scheidsrechter fluit voor de rust bij een stand van 1-0. Feyenoord speelde goed door in de eerste helft. We zullen zien wat de tweede helft ons brengt. Nicolai Jurgensen. Ja, en daar zijn ze de bal kwijt. Zag er niet al te best uit daar. Berghuis. Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Eens kijken wat hij nu gaat bedenken. Knap verdedigd. De tegenstander stoort vroeg. Als je de bal zo weggeeft, ja, dan verdien je een straftraining. Deze speler verdient lof voor zijn spel in de eerste helft, Jori. Ja, die speelt bijna altijd goed, hè. En kijk, hij scoort ook nog eens. Dus hij zal behoorlijk blij zijn. Oh! Bal over de achterlijn, hoekschop dus. Fans hopen op de gelijkmaker en juichen hun team toe. Doeltrap, daar had meer in gezeten. Voorafgaand aan de wedstrijd bereikte ons al wat interessant nieuws over de transfermarkt. Thiago Alcantara is door Tottenham Hotspur overgenomen van Bayern München. Ja, ik denk dat ze er goed aan hebben gedaan om hem te halen, Evert. Het zal deze ploeg een enorme boost geven. Bowie. De bal is voor Feyenoord. Nicolai Jurgensen, dat paasje biedt mogelijkheden. Wat een wilde tackle, daar moet de scheidsrechter een kaart voor trekken, lijkt me. De coach kiest in de tweede helft voor vers bloed. Hij wil meer actie zien en dus moest er iets gebeuren. Jens Toornstra. Voorzet misschien. De bal wordt voor het doel gebracht. Ja, daar zat hij goed tussen. De bal wordt weggewerkt. Lijon. Goed verdedigend werk, maar wel een inworp voor de tegenpartij. Deze ploeg staat voor en gaat wisselen. Met een frisse speler erbij kunnen ze de voorsprong natuurlijk makkelijker vasthouden. Ayoub, dat lijkt een prima steekpaas. Hij onderbreekt de aanval met die actie. Sam Larsson.
Yassine Ayoub. Dat ziet er goed uit. Blokkeert dat schot. Ze wachten geduldig hun kans af en spelen de bal rond. We hebben nog net iets meer dan een kwartier aan reguliere speeltijd over. Yassine Ayoub. Hij is nu op de goede positie voor een voorzet. Larsson. De coach besloot dat het wel mooi was zo. Het leek er niet op dat ze het zouden redden. En in deze tweede helft wil hij er meer werk van maken. Eens kijken of zij een plannetje slaagt. De bal wordt in de 16 gebracht. De bal komt diep, maar de tegenstander weet de bal toch weg te werken. De tijd tikt weg, Evert, en de ploeg staat nog achter. Ja, die fans blijven open, hoor. Wie weet levert dit een kans op. En hij geeft de bal voor. Mooi ingegrepen daar. Als ze niet te lang wachten, kunnen ze genadeloos toeslaan in de omschakeling. Deze twee elftallen doen niet voor elkaar. Wat een snelheid. Feyenoord scoort. Benschop. Hij weet die paas te onderscheppen. Nog 2 minuten te gaan. Bal dicht bij de aansluitingstreffer. Het schot smoort ergens in de verdediging. Niet meer dan 2 minuten blessuretijd. Daar gaat hij. En de wedstrijd is afgelopen. Winst voor Feyenoord. Zo, de eerste wedstrijd van dit seizoen zit erop en de eerste punten voor dit team zijn binnen. En meteen de volle map. Altijd lekker om het seizoen met winst te beginnen.